Goed, we gaan weer veel te ver tegen het einde van de video. Dat is vast een prik geworden. Ik denk dat we maar gewoon moeten fluiten. Hey, leuk dat jullie weer kijken. Ha. Vorige week vroegen we om wat input. Wat jullie bezighoudt, waar je tegenaan loopt. Ja. Ja. Of gewoon een leuk berichtje. Want naast haatmail en dreigberichten zijn leuke berichtjes ook af en toe wel gezellig. Ja. En we kregen heel veel leuke berichtjes. Ja, want we kregen zelfs een echte kaart. Echt superleuk. Precies ook op mijn verjaardag, afgelopen donderdag, 20 juni, was ik jarig. En toen kregen we deze kaart van Inge. Waarin ze ons laat weten dat ze het heel leuk vindt dat we weer video's maken. En heel blij is dat wij bezig zijn met ons YouTube-kanaal. Dus Inge, bij deze heel erg bedankt. Ja. Superleuk. Het wordt gewaardeerd. Ja, je bent de vegan animal van de week. Van de week. Van de week. Ja, en naast dat we veel berichtjes kregen, is er ook heel veel gebeurd de laatste week. De laatste weken. Ja. De politiek kreeg namelijk een klein beetje op zijn flikken. Nou, eigenlijk kreeg vooral Carola Schouten heel erg op haar flikker. Ze faalt namelijk best wel. En niet zo'n heel klein beetje, maar behoorlijk. Ja, en voor wie niet weet wie Carola Schouten is, ze is dus de minister van de Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik ga altijd voorzitter van de kleine pruimen naar de kale poezen. Dat is ongeveer mijn beleidsterrein. En daar gaat het dus eigenlijk al een klein beetje mis. Een klein beetje maar. Het lijkt er namelijk op dat Carola meer waarde hecht aan dat ze een boerendochter is, dan dat ze een minister is van deze positie. Ja, want de keuzes die ze maakt doen vermoeden dat zij meer de minister is voor intensieve veeteelt. Willen wij meer of minder veeteelt? Nou, als het aan Carola ligt, lijkt het erop dat ze meer veeteelt wil. Want ze doet er echt alles aan om deze business in stand te houden. Want dit is namelijk wat Carola zei in de wandelgangen van Den Haag. Over het algemeen, we zien nu nog steeds dat het voedsel erg goedkoop is, ook in Europees verband. Ja, tuurlijk is ons voedsel heel erg goedkoop. Als je melk betaalbaar wil houden door subsidies tegenaan te smijten, dan is het wel heel erg goedkoop, ja. Ja, want in 2017 bijvoorbeeld waren de subsidies voor boeren ongeveer een half miljard euro. 500 miljoen euro. Dat is 11.000 euro per boer subsidie die ze krijgen voor wat ze doen. En dat is prima als ze daar iets heel goeds mee doen. Maar waarom moet het eten dan duurder worden? Ja, oké, dus je zou kunnen zeggen dat de prijs wordt neergelegd bij de boer. Maar feitelijk wordt die prijs neergelegd bij de dieren die in de industrie zitten, bij het klimaat en bij ons. En dat terwijl de boer in 2018 gewoon zat op een marktconform inkomen. Een rapport van de Wageningen Economy Research laat zelfs zien dat de inkomens van de melkveehouderij gestegen is ten opzichte van de jaren daarvoor. Degenen die erop achteruit zijn gegaan, dat zijn de boeren in de tuinbouw. Dus wat zou er dan moeten gebeuren? Juist, subsidies naar de mensen die echt belangrijk voedsel maken. Onze pakketjes van vitamines, mineralen, vezels, antioxidanten. Ons groente en fruit dus. Niet de melkveehouders die de koeien tot het gaatje proberen uit te knijpen. Ja, en waarom verdienen veehouders volgens ons niet dat steuntje in de rug? Nou, omdat ze scheid hebben aan onze toekomst. Letterlijk. Ja, het nieuwe rapport blijkt namelijk dat Nederland, wij dus, te veel stikstof produceren. En dat wisten we eigenlijk al. Wait, what? Ja, maar dat vond Nederland niet zo boeiend. Wat Nederland vooral heel boeiend vond, is dat Nederlandse boeren vooral vergunningen kregen om lekker te groeien. Ja, ook al was het in strijd met de wetgeving van Europa. Maar hoe verknalt de veehouderij onze toekomst dan? Een filmpje van RTLZ maakt het allemaal even duidelijk. Hier zie je het, eigenlijk al in één blik. Op deze kaart zie je niet het aantal fietsen per vierkante kilometer of het aantal files tussen 7:30 en 9:00. Nee, hier zie je onze veedichtheid. We zijn dus kampioen in proppen van dieren. Zijn we toch nog ergens goed in? Maar dat is niet per se iets waar we trots op moeten zijn. Nee, niet per se. Want hoe meer dieren, hoe meer stront aan de knikker. Ha-di-ha! Ja, RTLZ maakt het nog een klein beetje duidelijker door een staafdiagrammetje. Tja, hier kan je eigenlijk niet omheen, hè? Dit oranje staafje dus Nederland en hiernaast het EU-gemiddelde. Waarop te zien is hoeveel dieren Nederland eigenlijk heeft. Ja, en die massa's dieren die poepen. Veel. Bergen poep. Overal liggen poep. Als je dacht dat vegans veel naar het toilet moeten door al die kilo's bonen die we eten, dan moet je eens durven hoeveel dieren er schijten. En hoeveel ook. Maar goed, wat gebeurt er eigenlijk als dieren poepen? Want poepen is een vrij logisch gevolg na eten. In mest zit stikstof dat in de lucht wordt omgezet in ammoniak, dat weer neerslaat als stikstof in de natuur. En daardoor gaan beschermde plantensoorten dood. Juist, en dat is slecht voor het milieu. Ja,
ons water vervuilt, onze lucht vervuilt, onze grond vervuilt. Alles vies. Alles vies, natuur sterft af. Ook. Ja, wilde dieren komen voedingsstoffen tekort, zelfs door al die scheid. Ja, vogels die pootjes breken. Het is geen feestje stikstof. En het is echt waar ook. Ja, het is ook echt waar. Nee, ik bedoel, als in dat filmpje moeten laten zien van die pootjes die breken. Op de Veluwe zijn koolmeeskuikens die al in hun nest hun pootjes breken. En dat allemaal door de shit die de bio-industrie produceert. Opnieuw weer letterlijk. Ja, maar er zijn toch heel veel sectoren die vervuilend zijn en stikstof produceren? Ja, dat is waar. Ja. Maar de vee-industrie is wel echt kampioen wereldverneuken. Ja. Ja, en als de politiek faalt, dan moet de politiek zich verantwoorden. Dus zo moest Carola ook op het matje komen. En wat bleek? De vee-industrie is voor 45% de schuld van alle stikstof die wij produceren. Dat is bijna de helft. Maar als je goed kijkt naar het tabelletje, zie je dat het daar niet ophoudt. Het houdt niet op. Niet vanzelf. In vergelijking, 6,4% komt van huishoudens. Dat zijn jij en ik. Ja, en wat is dan het andere grote deel? Dat is dus het buitenland. Ja. Het buitenland produceert ook heel veel stikstof. We geven gewoon het buitenland de schuld. Maar wat hebben ze ook in het buitenland? Landbouw! Juist, landbouw. Yay. Een gedeelte van de stikstof uit het buitenland komt ook nog voor rekening van de landbouw. Het is dus veel meer dan die 45%. Alleen dat staat niet heel leuk in het diagrammetje van Carola. Ja, dus eigenlijk laat dit schattige diagrammetje helemaal niet zien hoe de realiteit in elkaar zit. Ja, hoe groot het probleem van de vee-industrie eigenlijk is. En daardoor komt Carola in een spagaat, volgens het AD. Een spagaat, oké. Huh? Why? Nou, zoals ze zelf zegt, ze wil niet de schuld in de schoenen schuiven van de boer. Nee, schuiven vooral niet de schuld in de schoenen van degene die het heeft gedaan. Ja. Dat is altijd goed. No, it's not like that. Objection. Dat is een beetje raar. Want ja, het zijn de boeren. Dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder. Ja. Want het zijn de veehouders die zoveel produceren. Dus het is niet de schuld in de schoenen schuiven. De schuld ligt er. Ja, het is de schuld benoemen. Vrij helder ook. Het is gewoon de vinger op de zere plek leggen. Ja, maar dat is natuurlijk lastig voor Carola, aangezien zij de hand boven het hoofd wil houden van de sector waar ze oh zoveel mee heeft. Ja, waar ze is opgegroeid. Wat zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel is van haar bestaan. Wat feitelijk een sector is waar alles mis mee is. Ja, want niet alleen stikstof is het probleem. Nee, we hebben ook nog ammoniak. Fosfaat. Methaan, lachgas, CO2. One eternity later. Ja, en ga zo maar door. Ja. En wie stoot dat allemaal uit? De vee-industrie. Yay. En wat kunnen we daaraan doen? Ja, volgens een studie uit het tijdschrift Science is de beste manier om iets te doen tegen opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen een plantaardig dieet volgen. Nou, dat is een verrassing. Ja, en het leuke is dat de Science dit zegt, hè. Wij zeggen het ook elke week weer. Gewoon omdat het leuk is en omdat we het lekker vinden en alles. Maar het is ook gewoon wetenschap. Ja. Het is niet dat we ze alleen maar uit ons duim zuigen. Ja, dus volgens de Science is de beste manier om de impact op de wereld te verkleinen plantaardig eten. En dat heeft niet alleen te maken met stikstof of andere broeikasgassen. Dat heeft ook te maken met het landgebruik. 75% minder landgebruik als iedereen plantaardig zou gaan eten. En we besparen heel veel water. Superveel water. Water. Wat op zich best essentieel is. Ja. Zeker met dit weer. Ja, dus de vraag is eigenlijk niet, waarom zou je vegan worden? De vraag is, waarom zou je geen vegan worden? Maar dat is niet waar mensen over willen nadenken. Nee. Waar mensen dan over na gaan denken zijn excuses. Wat doe je dan met de restproducten? Ja, of wat doen we met de plekken waar alleen maar gras groeit? Ja, supergoeie vraag. Een hele goede vraag. En daar gaan we volgende week een klein beetje op in. Oh ja? Denk het wel. Oké, gezellig. Voor deze week hoop ik dat Carola een klein beetje inziet dat de vee-industrie niet een industrie is die je de hand boven het hoofd moet houden. Nee, en dat ze flink heeft gefaald, maar dat we ook wel weer bereid zijn om haar te vergeven. Ja. Zo zijn christelijke mensen. Maar wij zijn geen christelijke mensen. Oh nee, dat waren we vergeten. Hoe dan ook, vegans zijn ook vergevingsgezind. Ja. Zo zijn wij. Goed, we gaan weer veel te ver tegen het einde van de video. Dat is vast de prik geworden. Ik denk dat we maar gewoon moeten fluiten. Ja, ja? Tot volgende week. Volg onze andere kanalen. En dan zien we jullie volgende week weer.